De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, kort gezegd de FIOD, zet zich in voor de bestrijding van financieel-economische fraude. Belastingontduiking, witwassen of cybercrime bijvoorbeeld. Misdaad mag niet lonen, is het motto. De strategie van de FIOD is het vergroten van het effect van ons opsporingswerk. En we komen erachter dat samenwerken is daarvoor echt essentieel. Samenwerken, dat doen we nationaal, dat doen we internationaal, dat doen we met toezichthouders, dat doen we met andere opsporingsdiensten. En daarmee een hele belangrijke factor. En in de tussentijd zijn we ook nog crimineel vermogen aan het afpakken. De FIOD geeft haar medewerkers de ruimte om te innoveren. Een goed idee mogen ze ontwikkelen en uitvoeren. Zo is ook het project Trendwatching ontstaan. Ja, ik ben trekker van project Trendwatching. Er was ooit een pilot bij de FIOD en inmiddels is het een volwaardig proces eigenlijk geworden. Ja, we hebben een online platform en een app en daarop worden de signalen verzameld. Op dit moment zijn er 375 accounts uitgegeven. Dat zijn publieke en private personen. Die helpen ons om signalen die zij in de samenleving zien en die kansen of risico's met zich meebrengen in beeld te brengen. En daarmee kunnen we richting ons opsporingsproces nieuwe signalen aanreiken en nieuwe methodieken in kaart brengen. De technologische ontwikkelingen bieden ook kansen voor de opsporing. De maatschappij digitaliseert, wij digitaliseren mee en we gebruiken dus die technologie bij de uitvoering van ons werk. Tegenwoordig gebruiken we bijvoorbeeld ook social media als bron. Denk dan bijvoorbeeld aan een kind van een verdachte van witwassen die foto's op Facebook plaatst van bijvoorbeeld zijn vaders nieuwe speedboot of vakantiehuis. Dan weten we eigenlijk dat er iets niet klopt en dan gaan we verder op onderzoek uit. De FIOD doet ook huisbezoeken, de zogeheten knock-and-talk gesprekken. Knock-and-talk is een gesprek van de FIOD met een fraudeur om te proberen de fraude te voorkomen. Zonder dat sprake is van een heel strafrechtelijk onderzoek. Het preventief opsporen en behoeden voor inval leidt tot minder misdaad en bespaart bovendien een hoop kosten. Zo'n gesprek duurt aan voorbereiding een halve dagje en het gesprek zelf een uur. Een klein strafrechtelijk onderzoek duurt zo 600 tot 1000 uur. Ja, daar heb je het verschil aan. Dit project is vorig jaar opgezet als pilot en wordt wegens succes nu landelijk uitgerold. Praat met mensen is op zich niet nieuw, maar dat de FIOD uit de Ivoren Toren komt en op straat komt met mensen te spreken, terwijl eigenlijk geen sprake is van strafrechtelijk onderzoek, daar moet je wel de ruimte voor krijgen. En dat is de laatste jaren is dat hier veranderd. Het is heel fijn dat die ruimte aan ons geboden wordt om dat ook echt uit te voeren. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik me hier heel erg op mijn plek voel. De FIOD wordt steeds meer een ondernemende organisatie in heel nauw contact met de maatschappij.